Met een liedje wil ik naar het Songfestival. Moet lukken. Het jasje heb ik al. Ik heb ook al contact gehad met zo'n achterbakse onbetrouwbare gladjanus. In het Hilversumse vakjagon spreekt men van producer. En die zei me, zo komt u er niet. Maar ik breng u wel in contact met iemand die u verder kan helpen. Zo. Klassieke muziek is heel mooi, maar je moet er niet te lang naar luisteren. Vind ik. Kusten te keur. Dames en heren, het eerste pianowerkje dat ik vanavond vroeg wil brengen is getiteld Sorry. 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 Er zijn mensen die maken nooit een fout met piano spelen. Mijn pianoleraar is ook zo iemand, maakt nooit een fout. Ik zeg, hoe krijgt u dat voor elkaar om nooit een fout te maken met piano spelen? Oh, zegt hij. Oh. Om nooit een fout te maken met piano spelen is gewoon een kwestie van wanneer je maar elk moment van de dag dat je vrij bent, zegt hij, consequent oefent en je houdt het maar lang genoeg vol, dan wordt het... Dan wordt op den duur wordt piano spelen net zo gemakkelijk als praten, zeg ik. Hij zei een keer tegen mij, dit liedje komt uit Baden-Baden. Ja, het rolde er niet uit. En het speelt zich af in Nederlands Nederlands Ik zei, wilt u Nederlands Guinea zeggen? Hij zei, ja. Ik zei, dan komt u nooit uit. Hij zegt, zou je denken? Ik zeg, u komt er nooit uit. Hij zegt, ik wil het toch graag proberen. Is nog, ga uw gang. Hij begint, Nederlands Nederlands Nee. Ja. Ik zeg Nederlands wat? Ja, het ging er zo verrekken snel in één keer. Ik liet diezelfde pianoleraar ook een keer mijn echo-apparaat zien. Hij zegt, wat kost zo'n echo-apparaat nou eigenlijk? Ik zeg, ja, dat kost nog wel een stuiver. Hoe werkt het dan? Ik liet hem de werking zien. Goh, zegt hij, daar, heb je toch niet zo'n duur apparaat voor nodig. Er staat boven deze partituur dansen spelen. Dansen spelen. We nemen maar even aan dat dat bewijs van spreken is, bedoel. Het is een stuk van Philip Glass. Ze heeft ooit de Maria Callas-prijs ontvangen. Maria Callas reikte elk jaar een prijs uit aan het meest veelbelovende talent. Maria Callas is, zoals u ongetwijfeld weet, enkele jaren geleden overleden.
Haar initiatief heeft me toen doorgezet en sindsdien zijn er al 35 mensen overleden. Onderschat u dat zingen niet. Je moet namelijk bij zingen steunen op de voorkant van de voet. De achterkant daarbij niet vergeten. Ademhalen alsof je een broek van lucht aantrekt. Hangen met je lichaam als een parachutespringer in zijn parachute. Buik uitzetten en inhouden. Verwonderd ademhalen. Je verhemel te houden als een vis die aan een vishaak hangt. En het belangrijkste daarbij is ontspannen. Geen wonder dat je daar een prijs voor kreeg. Dames en heren, zij zingt en ik speel voor u de aria Labia Majora van Mendelssohn. Mendelssohn. Wellicht dat u Mendel kent, daar dan weer familie van. Ik heb voor deze aria plaatsgenomen achter de piano. Dat is wel interessant eigenlijk. Pianisten nemen altijd plaats achter de piano. Pianofabrikanten weten dat. Houden daar ook rekening mee. En bevestigen daarom het toetsenbord ook altijd aan de achterzijde van de piano. Het is even zoeken, maar heb ik. De buurvrouw en ik hebben ook een optreden weer te boeken in een jongerencentrum. Maar omdat klassieke muziek bij al te jeugdig publiek meestal niet zo in de smaak valt, vroeg ik aan de organisator, is het publiek bij u ook van een bepaalde leeftijd? Oh, zegt hij. Maar sommigen wel. Ja. Ja, ik weet wat u bedoelt, die zit in de geheid tussen. Maar voor alle zekerheid, wat brengt u eigenlijk? Is er nou, we brengen op een avond 2 setjes met een pauze ertussen. Juist. En zingt u dan 2 maal hetzelfde? Ik zeg alleen de 2e keer. Had u anders nog iets? Hij zei, ja, wat moet het een en ander eigenlijk kosten? Ik zei, oh, kosten, doe de buurvrouw als zangzaar. En wat mij betreft een piano en een krabier en ik speel. En als er geen krabier is, dan is een pianokruk al goed. De aria Labia Majora. Kleine tip, mocht u merken dat ik piano speel tijdens het praten, dan ben ik aan het zingen. En mocht u merken dat ik zing onder de spelen, dan ben ik een beetje ongelukkig op de punt van een krukje gaan zitten. Of er is een beugelflesje opengesprongen. Dat gebeurt. De aria Labia Majora. Er is niet gek veel aan dat liedje. Het is een ongelooflijk waardeloos ding. Waarom brengen jullie het dan? Nou, Godfried Bomans heeft het al gezegd. Schrijven is schrappen. Maar ik vond dit liedje de moeite van de schrappen niet waard. De aria Labia Majora. En ik heb sterk het vermoeden dat ik het een en ander aan de piano ga begeleiden. Daar gaat hij dan. Ja, ik denk ik gooi er maar even een grapje tussendoor. De boog kan op zo'n avond niet al tegenspannen zijn. Buurvrouw, daar komt hij. Ja. Doe maar. La la la. Ze moet blijkbaar nog een beetje wennen. We laten haar maar even rustig geworden. Waar het ook wezen mag. Zing zolang al